nou, dit zijn de kerstboompjes waar we 11 jaar geleden mee zijn begonnen. 6 stuks waren het er. Dat moest in big bags. Daar worden thuis ook vaak zand en aarde in gebracht. Dat was vanwege geldgebrek. Dat was de eenvoudigste manier om het te doen. Uiteindelijk zijn we met wat meer geld de boompjes van plant voor roodbakken. En dat is een enorm succes geworden. En ter herinnering hebben we nog 1 big bag daar staan. En zodat we ons altijd in de herinnering willen blijven houden dat we daarmee zijn begonnen. Ga je gang. Elk jaar moet je de boompak weer bijvullen met aarde, want dat groeit weg. Er moet veel regen, water en water in zitten. En het fruitboompje moet natuurlijk wel behoorlijk met aarde hebben, dus we laten elk jaar een vrachtwagen aarde komen. En we hebben in de bak ook heel veel oude ruikers gevonden, en de liefdes gevonden, en de liefdes gevonden. Nou, we lopen nu de pluktuin uit. En we zijn nu in een ander prachtig gebied, het is het Essenburg Park.